zijn weer met een nieuwe Roeg-vlog. En we staan in Siberië. Nee ja, gekkigheid natuurlijk. We staan op het Zuidlaardermeer. Kijk! Nou, Kees, durf je het aan? Hoe zwak ben jij? Kom, nou dat ga ik niet zeggen op beeld. Maar ik ben heel licht. Zo licht als een veertje. Woehoe! Wauw, dit zag er van de zomer heel anders uit. Ja, hè? Ja, dit was hier nog niet doorgebroken. Nee. Hier. Ja, fantastisch. Een paar weken terug zo hard geregend. Nou, met dat ijs ook eraan. Ja, gaaf, hè? Maar echt wat anders, hè? Ja. De eerste enige echte Nederlandse ijswaterval wel gezien. Hier. Nou. Hey, kijk eens even wat mooi. Wauw. Omdat het nou doorgebroken is. Wordt deze niet meer gevoed, maar dit is wel heel erg gaaf zo. Fantastisch. Oh. Ja, Jan. Ja. Wat is het geluid van de week? Wieuw. Nee, vief. Vief? Ja, vief. Kees, wat is het? Wat is vief. Het? Vief. Oh, dat is een mannetjeseten en een vrouwtje fluit. Oh, want een vrouwtje doet altijd zo ha 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 ha. Ja, die lacht hem daarna uit, ja. Ja. Wieuw. Ik ben Kees van Son, ik ben 16 jaar en ik doe Donald Duck na. We zijn weer aan het einde gekomen van deze vlog. We gaan over naar de quiz. Kees is een beetje afgeleid. We gaan eerst nog even naar de quizvraag van vorige week. Ja, Aldrik, je had een mooie vraag over een spoor. Ja. En wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is een bosmuis. En dat kan je zou kunnen zeggen dat het een merel is, hè, want die hipt eigenlijk als het ware ook. Ja. Alleen je ziet een heel mooi afdrukje van een staart, hè, dus van die bosmuis. Dus daaraan kan je goed zien dat het een muis is. En een eekhoorn hipt natuurlijk ook, die heeft eenzelfde soort spoor. Alleen dat is natuurlijk veel groter. Als je naar mijn stok kijkt, bij een eekhoorn zou dat veel groter zijn. Dus het goede antwoord is bosmuis. En een eekhoorn heeft ook een iets andere staart. Ja, die heeft veel grotere staart. Daar zie je geen indruk van. Nee. Kees? Ja? Dat wist jij wel, toch? Ja, tuurlijk wist ik dat. Dat is niet zo moeilijk. Piece of cookie. Ja, piece of cakey. Hé, je hebt ook een nieuwe quizvraag, hè? Ja. Nou, dat gaat over dit ding. Ja, dat gaat over... Het is echt een joekel van een ijspegel. Maar hoe heet zo'n ding ook alweer? Is dat A? Een stalagmiet. B? Een stalagmiet. Of een ijslolly. Goed, we maken er alleen een A en B vraag van. Is het een stalagmiet of een stalagtiet? Nou, laat je antwoord hieronder achter in de reacties. En volgende week dan zegt Keesje wat het goede antwoord was. Okido. Tot dan, doei! Doei!